We zijn bijna bij de top. De dalen zijn meegestegen. We hebben nog een lange weg te gaan. Een citaat die symbool staat voor de zware officiersopleiding van het korps mariniers. Een citaat welke symbool staat voor het leven. In 1980 doorliep ik de praktische opleiding tot officier der mariniers, de potom. Nog steeds een van de allerzwaarste initiële opleidingen van de krijgsmacht. Een van de belangrijkste lessen leerde ik destijds van een de sergeant. Als je denkt dat je niet meer kan, kun je nog eens zoveel. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Als je afziet, ben je in gevecht met jezelf. Het is een strijd tussen lichaam en geest, tussen doorgaan en opgeven. Er is altijd een makkelijke weg en een moeilijke. Van de gemakkelijke weg krijg je later meestal spijt, van de moeilijke nooit. Je bepaalt op zo'n moment wie je bent en wie je wilt zijn. Ik heb na mijn diensttijd veel geleerd en gestudeerd, veel diploma's gehaald. Maar nog steeds is mijn allerbelangrijkste diploma mijn baret. Het heeft mij belangrijke levenslessen geleerd. Over wie ik ben, wat ik kan, hoe ver ik kan gaan, de waarde van samenwerken. Over veerkracht en doorzettingsvermogen. Over omgaan met tegenslag. Wat niet zichtbaar is voor de buitenwereld, maakt ons ook tot wie we zijn. Onze tegenslagen. We leven meestal in dat onzichtbare, de donkere kant van het leven. Tegenslag overkomt ons uiteindelijk allemaal. Ook ik draag mijn kruis. Mijn mariniersinborst heeft mij daar altijd sterk in gemaakt. Nooit koos ik voor de gemakkelijke weg. Ik overwon vier niertransplantaties. Twintig jaar vocht ik voor mijn leven. Maar ik ben weer terug, genezen verklaard. Ik duik weer diep en beklim weer bergen. In 2014 werd ik door het Korps Mariniers gevraagd een onderzoeksafdeling op te zetten voor het Mariniersopleidingscentrum, het Fieldlab MOC. Ik werd medisch goedgekeurd en keerde weer terug als reservist. De combinatie van mij in het burgerleven opgebouwde medische, analytische en trainingstechnische kennis maakte mij ideaal passend voor deze uitdaging. De aanleiding was de hoge uitval bij de opleidingen. Mijn taak was het onderzoeken van de redenen van uitval. Het optimaliseren van de randvoorwaarden en het verhogen van de kwaliteit. Ik startte als reservist met twee halve dagen per week naast mijn burgerbaan. Nu is het Field Lab een volwaardige wetenschappelijke afdeling waar we met z'n vijven werken aan de kwaliteit van mariniersopleidingen. Ik ben zelfs weer terug in vaste dienst. Alles wat ik miste in de burgermaatschappij vind ik hier terug. Het is de kameraadschap, de eigen prestatie die altijd ondergeschikt is aan de gezamenlijke prestatie. De dynamiek, het man een man een woord een woord, het voor elkaar door het vuur gaan. Met trots draag ik mijn uniform. Het is niet alleen fantastisch om weer onderdeel van het korps mariniers te zijn, het is ook een krachtig statement voor de overwinning op mijn doorlopende tegenslag.